Goedendag kijker, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel praten we over politiek leiderschap in Suriname. Daarover praten we met de wetenschapper mevrouw Beryl Vreeden. Kijkt u mee. Goedendag mevrouw Vreeden, welkom in onze programma In Gesprek Met. We praten vandaag met u over leiderschap, politiek leiderschap in Suriname. Voordat we dat doen, kunt u ons vertellen wie u bent? Goedemiddag, ik ben blij dat u mij de gelegenheid is gegeven om met u in gesprek te zijn. Wie ben ik? Ik ben Beryl Vreeden. Ik woon al terug in Suriname sinds 2005, nadat ik flink aantal jaren ben weg geweest. Ik heb economie en marketing in Nederland gestudeerd. Terug in Suriname wil ik toch mijn vrije tijd wat prettig invullen. En heb ik dus als vrije tijdsbesteding bij ADEC in Suriname public administration gedaan met als major internationale betrekkingen. Oké. En u vindt het heel belangrijk dat we in Suriname meer weten over politiek leiderschap. Als we denken aan politiek leiderschap, waar moeten we aan denken? Ik doe politiek leiderschap op twee niveaus bij die lezing. Er is politiek leiderschap op het niveau van de overheid. En ik doe het ook op het niveau van de politieke partijen. Ja. Aanstaande vrijdag houdt u een lezing en daar gaat u meer vertellen over politiek leiderschap. Maar natuurlijk is het in dit gesprek van groot belang dat u ons meer vertelt over politiek leiderschap. Zoals ik eerder stelde, wat zouden mensen moeten verstaan onder politiek leiderschap? Laat me het even omdraaien en zeggen waarom ik het doe. Dan kan ik ze makkelijker uitleggen straks. Eenvoudiger uitleggen wat ik eronder versta en wat het niet moet zijn. Okay. Ik hou die lezing omdat ik hier politiek leiderschap zie op een manier waarop het niet moet zijn. En als je dingen doet op een manier waarop je het niet moet doen, dan ga je alleen maar brokken maken. En dat is de reden waarom ik daarover wil praten. Zoals u stelt, het gaat hier niet zoals het moet. En niet zoals ik vind dat het moet. Want er zijn allerlei scholen. Mm-hmm. De een vindt dat je het op die manier moet doen. De ander vindt dat je het op die manier moet doen. Waar ik vooral op wil wijzen is dat wij zijn in een multi-etnische samenleving. Mm-hmm. Mensen verwijzen graag naar Europa of naar Amerika. Maar wij in Suriname verwijzen naar Europa, omdat wij heersers hebben gehad uit Europa. Dus dan doen wij dat, wij refereren daar naartoe. En dan willen wij de dingen doen zoals de kolonisator ons heeft geleerd om het te doen. Of de manier waarop zij dat doen, en dat is niet goed. Wij zijn een multi-etnische samenleving, dus dan moet je dingen ook doen volgens de culturen die wij hier hebben. En niet volgens een mono-etnische samenleving waar men één cultuur heeft. Men zegt wel dat men meerdere culturen heeft, maar dat is niet waar. Er is een leidende cultuur en wij hebben hier alles bij elkaar, dus je moet het gewoon anders doen. U heeft eerder al gesproken over wat de situatie in Suriname is, maar als u ons een korte of een kleine observatie zou moeten geven aan de hand wat u net zei van we zijn multi-etnisch, hoe zou u de politieke voering in Suriname kort weergeven? Laat me bijvoorbeeld gaan naar de verkiezingen, hè? Ja. Dat is het makkelijkste wat men begrijpt. Verkiezingen in Suriname gaat eigenlijk om een census. Om de 5 jaar, zo zie ik het, hebben we een census om na te gaan hoeveel van een bepaalde etnische groep er zijn en hoeveel zijn er weer van een andere etnische groep. Dat is verkiezingen in Suriname. Zo zie ik het, want ik kan het gewoon niet anders zien. Mm-hmm. En ik denk dat doordat we er zo over denken,
gaan we in de ontwikkeling van dit land steeds meer weg van wat we eigenlijk willen. We willen eerst natievorming hebben, maar we gaan het niet bereiken omdat we te veel etnisch denken. Als u praat over goed leiderschap, welke richting zouden we op moeten kijken? We hebben onze eigen cultuur, hè? Dus je kan vanuit je eigen cultuur samenbinden met elkaar en tot iets komen dat goed is voor ons. Wat we hier graag doen, is dat we juist de cultuurverschillen gaan aanscherpen en dat helpt ons niet. Dus we moeten bij elkaar, dat de leider moet dat doen, zorgen dat er verbindingen zijn tussen de verschillende etnische groepen en dan moet je dat samen lassen. En dat is precies wat niet gebeurt de afgelopen jaren. Gaat men juist die verschillen tussen de etnische groepen aanscherpen. En dat brengt een probleem. Ja, ik ben blij dat u heeft gezegd dat brengt een probleem. Want de manier waarop we dus politiek voeren in Suriname en die verdeeldheid die gecreëerd wordt. Kunt u ons misschien vertellen wat we zien al bijvoorbeeld wat de uitkomsten daarvan zijn? Wat zijn volgens u ergere vormen van die etnische politiek voering? Wat ik zou willen zeggen, dan zeg ik het in navolging van een bekende president, de president van Mozambique, dat is geweest Samora Machel. En die zegt dat als je verbindingen wil lassen tussen etnische groepen, dan moet de stamgeest sterven. Wat bedoelt hij met stamgeest? Ik ga er ook van uit dat er maar één ras is. En dat er niet verschillende rassen zijn, maar dat er verschillende stammen zijn. Dus als je houdt aan jouw stam, dan ga je de ander geen toegang geven. Dan ga je de ander niks gunnen. En wanneer dat weg is, en dat neemt een tijd, dat moet een leider moet je leren om dat te doen. Dan kun je die culturele verschillen als mozaïeken gaan zien. En als je die mozaïeken gaat verbinden. Dus ik zeg niet dat je moet ophouden om Hindoestaan te zijn. Ik zeg niet dat je moet ophouden om Maron te zijn. Het zijn juist die mooie culturele verschillen. Als je ze als mozaïek ziet, dan ga je die mozaïeken bij elkaar brengen. En dan met elkaar verbinden. En dan kan je er een hele sterke en mooie natie van maken. Ja, wat zou volgens u de belangrijkste kenmerken zijn van effectief politiek leiderschap? We hebben het op twee niveaus, hè? Dus laat me beginnen met dat van de overheid. Ja. Je zou willen dat een leider van de overheid zou werken met wat ik noem quota. En als je werkt met quota, dan betekent het dat je inclusiviteit krijgt. Dat iedereen meedoet. Dan waarborg je de geest van inclusiviteit. Als je dat niet doet, dan kan het zijn dat je ervoor zorgt dat de ene etnische groep zich superieur voelt boven de andere. Waardoor je de geest van superioriteit van de een boven de andere gaat aanscherpen en kweken. U zegt een van de kenmerken is inclusiviteit, maar gebeurt dat al niet in Suriname? Nee. Waarom zegt u dat? Ik heb dat niet gezien. Iedereen moet meedoen. Met iedereens rechten moet rekening gehouden worden. Maar ik heb dat niet gezien dat dat gebeurt. Welke andere uitdagingen zijn er volgens u voor politiek leiderschap in Suriname? Heel veel. Een van de uitdagingen is bijvoorbeeld dat je het Surinaams grondgebied beschermt. En we weten allemaal over Tigri op dit moment. Het speelt natuurlijk al sinds lang, want sinds 1969, Groot-Guyana Tigri bezet.
terwijl Suriname al sinds 18 zoveel een claim heeft daar. Ja, dat is een uitdaging. Ja. Behalve de etnische spanningen die er gecreëerd worden door de politieke partij met hun etnische politieke voering, zou je andere doelen dat de bevolking bezighoudt? Een andere uitdaging? Yes. Een hele grote uitdaging. De mensen weten dat niet zo. De mensen zien de prijzen stijgen in de winkels. De mensen zien dat voor de nutsvoorzieningen ze gigantisch veel moeten betalen. Dat zijn we nog niet, lang niet uit. Maar de mensen weten niet waar het door komt. Mm-hmm. Een groot probleem is dat we naar IMF zijn gestapt. En ik denk dat dat ook komt door onwetendheid bij de leider. Die de geschiedenis van IMF niet kent. Je moet, wanneer je met een internationale organisatie in zee gaat als leider, nagaan wat is de geschiedenis van zo'n organisatie, een track record. En dan ga je volgens mij alles eraan doen om in ieder geval daar niet in terecht te komen. Ik ben nog geen landen tegengekomen in Zuid-Amerika, in Afrika, in het Caribisch gebied, die eventjes bij IMF zijn geweest. Mm-hmm. Eén keer daar, dan blijf je daar. Met alle gevolgen van dien. Hoe zou de toekomst van politiek leiderschap in Suriname volgens u eruit moeten zien? Ik denk dat je op het niveau van de overheid, dan ben je het al een beetje voorbij, laat me zeggen. Waar we hier ook mee kampen, hè, is wat ons de nek omdraait, is de corruptie. Waar ik het eigenlijk niet zo over wil hebben. Maar de enige die iets aan kan doen aan corruptie, is de leider van het land. Wat kunnen we doen op het niveau van de politieke partijen? Een heleboel. Dat politieke partijen hun mensen scholen. Mm-hmm. Vooral iedereen, maar vooral de mensen die je als kandidaat gaat stellen voor de Nationale Assemblee. Yes. En aanstaande vrijdag gaat uw lezing ook over politiek leiderschap in Suriname. Hoe zou u jongeren ertoe willen bewegen om meer weet daarover te hebben en zich bewust daarvan te zijn bij het kiezen van leiders? Ze moeten maar komen. Dan kan ik het ze vertellen allemaal. Dat is volgens mij de enige mogelijkheid. En ze moeten. Weet u, die jongeren hebben een gezicht in Facebook. Ik zou zeggen, doe je gezicht in boeken. Ga lezen. Men leest te weinig. En men leest te weinig de goede dingen. Waardoor jongeren niet op de hoogte zijn van wat er in de wereld gebeurt. Over het algemeen, hoor. Ja. U bent natuurlijk een vrouw. En hoe kijkt u naar vrouwen in politiek leiderschap? Zijn ze daar goed vertegenwoordigd? En hoe doen zij het om ertoe bij te dragen dat dus die leiderschap daadwerkelijk tot uiting komt? Ik kijk niet zo gender naar dingen, hoor. Ik kijk naar wat het is. Mm-hmm. En het is wat het is. Maar ik ben niet een persoon die zegt van nou, hoeveel vrouwen zitten er nou in en zo. Nee, dat heb ik niet gedaan. En ik zie ook dat doordat je dan die mensen niet uit onwetendheid haalt, zou het best wel kunnen zijn dat het zo is omdat je ze over ze wil heersen. Want dan houd je ze in onwetendheid. Als een leider bijvoorbeeld zou roepen van in 200 dagen zal ik dit en dat gedaan hebben, en het volk applaudisseert, dan is het volk in totale onwetendheid. Dus er is geen duurzaam leiderschap. Ja, dus dat zal mijn volgende vraag zijn, mevrouw Vrede. Bent u van mening dat de leiderschap of de politieke leiderschap die we in dit land kennen
ons vooruit of verder vooruit kan helpen? Niet zoals het nu is. Kunt u uitleggen waarom u dat vindt? Kijk, dat leiderschap hier, dat loopt van verkiezing naar verkiezing. Ja. Het is geen duurzaam leiderschap. Ik heb het wel eens met iemand vergeleken met een estafetteloop. Hè? Als je een estafetteloop hebt, dan geef je dat stokje steeds efficiënt en effectief over. Mm-hmm. Je laat het niet vallen, het moet doorgaan. En dat is hier niet. Leiderschap is intergenerationeel. Het moet van generatie op generatie op generatie overgaan. En als dat niet gebeurt, dan doe je werk niet goed. Je hebt pas succes wanneer je successor, je opvolger, succes heeft. Door de manier waarop jij dat hebt overgedragen. En dat is hier niet. Soms lijkt het alsof men juist de opvolger een hakje wil zetten. Weet je, ik maak er een grote rotzooi van, want ik kom toch niet meer. Hij, zij, zoekt maar uit wat het wordt. En dan denk ik van, hoezo leiderschap? Mensen hebben het gewoon helemaal niet begrepen. Ja. Dus dat. We hebben veel gesproken over de situatie die we nu kennen in Suriname. Maar we zien ook dat er jonge politieke partijen erbij komen. Bent u van mening dat ze een andere richting op willen gaan als het aankomt op politiek leiderschap? Ik heb ze nog niet gevolgd. Okay. Maar wat ik wel zou zeggen, samen bundelen. Mm-hmm. Maakt sterk. En we zijn in zo'n kleine samenleving. En als je dat allemaal gaat versnipperen, zijn we allemaal losers. Want hoe dan? Kom bij elkaar en vorm één ding. Want waarschijnlijk hebben die jonge politieke partijen hetzelfde idee. Dat weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat ze hetzelfde idee hebben. Waarom ga je dan zo versplinteren? Dat brengt je nergens. Yes. Oké. Aanstaande vrijdag houdt u een lezing over politieke leiderschap in Suriname. En dan zal u tijdens uw lezing meer diepgang geven aan alles wat u hier heeft verteld. Waarom acht u deze lezing zo belangrijk voor de Surinaamse gemeenschap? Ik acht deze lezing zo belangrijk voor de Surinaamse gemeenschap, omdat ze nog eens eindelijk moeten weten waar het om gaat in de wereld, vooral. Omdat de situatie waarin we nu zijn, het was vroeger al zo, maar nu zeker, hebben we best wel wat problemen die opgelost moeten worden. En die moeten we samen oplossen met onze leiders. Dus vandaar ik zeg, kom iedereen en dan kan ik je de boodschappen doorgeven, hoe dat eventueel ook wel kan. Ik zal het hebben over het gebied Tigri, 15.000 vierkante kilometer. Hebben wij besef dat we er maar simpel mee omgaan? Maar dan wil ik ook dat we zo snel mogelijk komen tot een oplossing. Ik zal het ook hebben over grondenrechten, waar we al 8 jaar op zitten te sabbelen. Ook een schande voor ons in de omgeving, omdat het in de omringende landen al allemaal is opgelost. Dus daar zal ik het ook even over hebben. Dat we dingen gaan oplossen in plaats dat we erop zitten. Okay. En natuurlijk zult u daar de boodschappen geven of de adviezen. Maar misschien kunt u ons een tipje van de sluier geven. Wat is de belangrijkste boodschap die u van hieruit wilt geven als het aankomt op politiek leiderschap? De boodschap die ik wil geven, 2. Ik begon al te zeggen, in een multi-etnisch land moet de stamgeest sterven. Mm-hmm. En iedere leider bij wie de stamgeest niet sterft, is een gevaar. Waarom? Omdat je weer verdeel en heerst krijgt en omdat je
niet alleen maar de vroegere heersers hebt, je hebt nu andere heersers. Iedereen is hier tegenwoordig. Hè? Turken zijn hier, Europeanen zijn gebleven, Amerikanen zijn ook gebleven, Chinezen zijn hier. Dus je geeft aan dat we geen eenheid zijn. En waar geen eenheid is, is er gedonder, is er geen sterkte. En het kan wel door te leiden, door een voorbeeld te geven. En daarom zei ik ook al, je moet met quotas werken. Zodat je die inclusiviteit hebt. Dat is het grote gevaar. Dank u wel, mevrouw Vrede. Graag gedaan. Dank u wel dat u mij de gelegenheid heeft gegeven. Graag gedaan. Tot zover het eerste gedeelte. Blijft u afgestemd voor het tweede deel. Welkom bij het tweede deel. In dit deel gaan wij praten met de voorzitter van Father Mother Figure, de Henk Redmond. De stichting heeft onlangs het platform Bondruna Makti gelanceerd. En deze staat eigenlijk voor het samenkomen, netwerken en samenwerken van ondernemers. Blijft u kijken. Meneer Henk, dank u wel dat u tijd heeft vrijgemaakt om met ons te zitten vandaag. U bent de voorzitter van Father Mother Figure. We gaan vandaag ook praten over het platform welke recentelijk is opgericht. Allereerst wil ik helemaal naar het begin. Wat is Father Mother Figure precies? Ja, het gaat om Father Mother Figure als stichting. Een stichting opgericht zo'n 8 jaar geleden in Suriname. Met de bedoeling om gezinnen te versterken. Er zijn veel gezinnen met opvoedingsproblemen en relatieproblemen. En wij zetten vrijwilligers in, coaches, om de mensen te begeleiden, te helpen. Ja, zodat er weer rust komt, hè, binnen het gezin. Ja, daarnaast hebben we activiteit gericht op ondernemers versterken. Ja, dus veel ondernemers willen graag een eigen businessplan hebben. Ja, ze willen graag goed draaien met hun bedrijf. En die melden zich aan bij de stichting om te worden getraind. We hebben een ondernemerschool. En ze krijgen ook begeleiding van ons. Oké, ik hoor ondernemers en van dat punt eigenlijk is het platform opgericht. Ja, ja toch? Ja, inderdaad. Oké, kunt u me vertellen over het platform? Ja, het platform is opgericht zo'n 2 jaar geleden. Omdat wij de afgelopen 3 jaar ruim 100 ondernemers hebben opgeleid. Mm-hmm. Via die ondernemerschool voor ons. Dus we hebben een netwerk opgebouwd van mensen die de training gedaan hebben. Ze hebben een eigen businessplan gemaakt. Dat zijn mensen uit diverse districten, ja, maar ook mensen uit het buitenland. Ja, die hebben die opleiding afgerond bij ons. En die mensen zijn in een netwerk verenigd. En op een gegeven moment hebben we dat platform BNM opgericht. Ja, BNM staat voor Bondru Namakti. Mm-hmm. Nou, waarom Bondru Namakti? Het is belangrijk als ondernemer, maar ook als professional, mm-hmm. om samen te werken. Ja, want samen kun je meer. Als je alleen bent. Ja, je bent redelijk zwaar om alles zelf te doen. Ja, dat is natuurlijk niet handig. Ja, je kan beter samenwerken, zodat je inderdaad het werk kan verdelen. Ja, en samen kun je meer bereiken. Vandaar Bondru Namakti. Oké, en het is vanuit de stichting opgericht. Ja. Het gaat over ondernemerschap. Hoe belangrijk ziet u ondernemerschap, vooral in de tijd waarin we nu leven? Ja, ondernemerschap is zeer belangrijk in deze tijd. Ja, we leven in een tijd waarbij er veel uitdagingen zijn. Ja, je kan denken aan de inflatie, ja, die is ruim 50%. Dus dat betekent dat het geld minder waard wordt. Ja, de mensen die ontvangen hun salaris, ja, maar ook ondernemers die verdienen geld, maken winsten. Ja, maar die worden minder. Ja, zowel het salaris heeft een lagere waarde, vanwege die koopkracht die verlaagd is. Als de winsten, ja, die worden gemaakt, ja, die hebben een lagere waarde, ja, vanwege die inflatie. Dus dat betekent dat je als ondernemer heel creatief moet zijn mm-hmm. om het hoofd boven water te houden. En het mooie van Bondru is dat je elkaar eens in de 2 maanden ontmoet. Ja, we hebben dus netwerkmeetings,
om elkaar te ontmoeten. Want vaak heb je behoefte om je ervaringen te delen. Ja. Ja, waar je tegenaan loopt. Ja, door ervaringen te delen leer je van elkaar. Ja, dus dat is het mooie van Bondro, dat die groep heel divers is. Dus mensen hebben hun business in diverse sectoren. Ja, dus je kan denken aan de ICT, ja, of de bouw, kun je aan denken. Mm-hmm. Ja, de medische richting. Ja, maar ook cosmetica. Ja, je hebt healthcare. Dus een scala aan sectoren waar de mensen werkzaam zijn. En daarom stimuleer ik dit platform. Omdat de mensen elkaar kunnen vinden. Ja, er zijn al diverse successen geboekt met dit platform. Ja. Dus mensen hebben opdrachten aan elkaar gegeven. Mm-hmm. Op verschillende gebieden. Ja, je kan denken aan pluimveebedrijven die zijn ontstaan. Ja, waardoor bouwprojecten zijn gegund. Ja, om inderdaad de infrastructuur te maken voor zo'n pluimveebedrijf. Ja, maar ook op andere gebieden. Ja, bouw van woningen. Ja, of bouw van carports en dat soort zaken. Zijn dus gegund aan leden van het platform. Waardoor het geld inderdaad binnen het platform blijft. Ja, en daardoor de mensen elkaar kunnen versterken. Want dat is een van de doelen van Bondro. Dat de mensen hier lid zijn geworden, elkaar hebben kunnen versterken. Ja, en daardoor meer mogelijkheden hebben. Dus een van de zaken is ook het netwerk uitbreiden. Mm-hmm. Het is belangrijk als ondernemer om een groot zakennetwerk te hebben. Zodat als je wat nodig hebt, ja, bijvoorbeeld klanten heb je nodig, je wil opdrachten binnenhalen. Dat je makkelijk kan putten uit die groep die je kent. En je kan daar jezelf bekendmaken. Ja, je kan jezelf profileren als ondernemer, waardoor je inderdaad meer klanten krijgt. En het mooie is omdat je al contact met elkaar hebt gehad via het netwerk. Ja. Dus via de webinars die we hebben, maar ook de fysieke meetings die we organiseren. Dus dat je een stuk vertrouwen krijgt. Ja, je ontwikkelt een relatie met elkaar. Je leert elkaar beter kennen. Ja, je weet wat de ander kan bieden. Ja, je hebt kunnen zien wat het track record is van de ander. Mm-hmm. Waardoor je meer vertrouwen krijgt. En de band die wordt dus sterker. En daardoor wordt die gunfactor aan elkaar ook groter. Okay, want daar heb ik gemerkt dat dat een belangrijk aspect is bij het zaken doen. Ja, dat je het de ander moet gunnen. Dat vooral. Ja. Ja, mooi. U heeft aangegeven dat er ook trainingen worden verzorgd vanuit de stichting. En nu hebben jullie dit platform. Welke tools zijn belangrijk als het gaat om... Als je startende ondernemer bent of ondernemer die al een paar jaren opereert. Wat zijn volgens u hele belangrijke tools welke de mensen moeten krijgen? Of aangeleerd krijgen? Ja, een van de belangrijke tools is het leren omgaan met financiën. Ja, dus kort gezegd money management. Dus money management heeft elke ondernemer nodig. Of je nou starter bent of je bent al langer ondernemer. Ja, misschien 2, 3, 4 jaar ben je al ondernemer. Ja. Ja, is money management een belangrijke tool? Want als je dat kunt, dan weet je hoe je met je geld moet omgaan. Je gaat er creatief mee om, waardoor je in feite meer geld overhoudt. En wat de mensen nodig hebben, is ook een voorziening. Eigenlijk een buffer, dat je inderdaad het geld wat je verdient niet gelijk opmaakt. Want dat zie je vaak gebeuren. Ja. Dus mensen verdienen geld, ze hebben wat geld in handen, of ze zien het geld. Met hun ogen. Dus meestal als je het geld ziet met je ogen, dan denk je van, hé, ik kan het gebruiken. Ja, maar bossa money, bij van spreken. Ja, als je dat doet, dan loopt het verkeerd af. Ja, dan ga je op een gegeven moment, minder immuun. Ga je merken dat je weinig of geen geld over hebt. Dus money management is een belangrijke tool. Mm-hmm. Ja, want de mensen die leren beter met hun geld omgaan, ze leren beter de kosten te beheersen. Ja, beter te onderhandelen. Want soms als je iets wil kopen, dan hoef je niet de hoofdprijs te betalen. Ja, dus stel je wil een pand kopen voor je business, dan hoef je niet per se de hoogste prijs te betalen. Ja, je kan dus onderhandelen met die verkoper, waardoor je een betere prijs krijgt. Ja, daardoor economischer omgaat met de middelen die je hebt. Aan de andere kant is het belangrijk om de juiste verkoopprijs te hebben. Want dat zien we vaak gebeuren, mensen... eigenlijk een te lage prijs hebben, waardoor ze met hun business niet winstgevend zijn. Yeah. Ja, ze houden weinig geld over. Dus een andere tool is kostprijscalculatie. Ja, het berekenen van je kostprijs. Wat zijn de werkelijke kosten die je maakt?
En een andere doel is dat je niet jezelf vergeet als ondernemer. Mm-hmm. Want je hebt ook recht op een salaris als ondernemer. Dus dat moet je ook berekenen. Ja, en doorberekenen in de kosten en in de verkoopprijs. Dus deze tools wordt geleerd aan de mensen, zodat ze inderdaad succesvol kunnen zijn met hun onderneming. En hoe belangrijk denkt u dat het is, of waarom denkt u dat het belangrijk is dat ondernemers deze tools eerst onder de knie hebben, alvorens ze erin stappen? Want als ik naar u luister, dan is het belangrijk om dit eerst te beheersen, alvorens je zegt van, ik ben ready om to take on the challenges. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, dus die opleiding is belangrijk, omdat je die tools je eigen kan maken. En je leert ook nadenken over de toekomst van je bedrijf. Dus dat is het mooie van een ondernemingsplan. Dat je inderdaad dat zelf kan maken. Dat is die ondernemerschool die wij hebben. Dus wij leren de mensen om een eigen ondernemingsplan te maken. Want dan leer je van tevoren na te denken over je business. Is het haalbaar? Ja, is het levensvatbaar? Is het duurzaam? Ja, je maakt een calculatie voor de komende 5 jaar. Zodat je dus 5 jaar vooruit kan kijken. Mm-hmm. Waardoor je eigenlijk minder verrassingen krijgt. Dus je risico's kun je van tevoren managen. Want de goede voorbereiding is eigenlijk het halve werk. Als je goed voorbereid bent, is de kans op succes groter. Ja, er zijn mensen die natuurlijk beginnen uit enthousiasme. Of ze hebben een talent ontdekt. Mm-hmm. Ja, bijvoorbeeld, je kan heel goed koken. Nou, dan begin je met een cateringbedrijf. Dus die mensen heb je in principe. Maar die kunnen altijd alsnog die training volgen. Waardoor ze inderdaad hun business kunnen verbeteren, kunnen upgraden. Ja, ze kunnen inderdaad worden bijgeschoold. Waardoor ze bepaalde zaken beter gaan doen. Je kan denken aan money management. Ja, gaat dan beter. Ja, omgaan met je klanten. Dus je klantvriendelijkheid. Ja, gaat beter. Klantenbehoud. Ja, gaat beter. Maar ook je concurrentieanalyse is belangrijk. Mm-hmm. Want je moet kunnen weten wat de anderen doen. Ja. Ja, zodat je jezelf ook kan positioneren. Ja, je kan jezelf uniek maken als bedrijf. Waardoor je eigenlijk opvalt bij de klanten. Dus dat betekent dat kennis nodig is als je onderneemt, zowel aan het begin, dus voor je gaat starten. Maar ook als je eenmaal gestart bent, kan het geen kwaad om alsnog die kennis te vergaren. Klopt. Omdat je dan je business naar een hoger level kan brengen. Ja, oké. Okay. Nu is het platform, wat is de afkorting ook alweer? Want ik ken goed de volledige naam. Oh ja, BNM staat voor Bondru Namakti. Bondru Namakti. Ja. Goed, is het de bedoeling om het platform uit te breiden? Om misschien meerdere projecten te doen of meerdere diensten binnen het platform aan te bieden? Wat zijn de toekomstplannen? Ja, we hebben een aantal plannen voor de toekomst. We hebben nu een groep mensen uit diverse landen. Het zijn allemaal Surinamers die in diverse landen woonachtig zijn, die of een eigen business hebben, of ze zijn professional, ze hebben een baan bij een firma. Die mensen zijn dus verenigd in een appgroep, mm-hmm. BNM, en die leveren diensten aan elkaar. En we hebben elke 2 maanden hebben wij een webinar, mm-hmm. Of een fysieke meeting, dat is eigenlijk afwisselend, zodat mensen elkaar beter kunnen leren kennen. Dus dat is een belangrijk iets. Maar daarnaast wordt ook gepeild bij de mensen wat de behoeftes zijn. Okay. Dus wat we gemerkt is dat er behoefte is aan export. Van diensten bedoelt u? Vanuit Suriname naar het buitenland, zeg maar? Ja, inderdaad. Dus export van diensten vanuit Suriname naar het buitenland. Ja, je kan denken aan businessdiensten. Mm-hmm. Ja, je hebt callcenterdiensten. Ja, die kunnen worden geleverd vanuit Suriname. Ja, aan bedrijven in het buitenland. Ja, dus je kan denken aan de verkoop of softwareontwikkeling kun je aan denken. Ja, je kan denken aan klachtenafhandeling voor bedrijven. Ja, je kan denken aan het geven van advies aan mensen. Mm-hmm. Ja, helpdesk activiteiten. Ja. Dus je hebt een schaal aan diensten die kunnen worden geëxporteerd, tussen aanhalingstekens, waardoor de deviezen binnenkomen. Want daar gaat het om. We hebben gemerkt dat die callcenter sector die groeit behoorlijk. Ja, behoorlijk ook. Ja, er komen heel veel deviezen het land in. En daardoor kan er worden geïnvesteerd in groei. Mm-hmm. Dus Bondru speelt daarop in. Ook export van producten spelen we op in. Want we gaan over 2 maanden een handboek voor export launchen als Bondru. Ja. Want we hebben een pilotproject gedaan voor export
van gewassen naar een viertal eilanden. Dus Aruba was eentje, mm-hmm. Barbados hebben we gehad, Curaçao en Sint Maarten. Nou, wat we gedaan hebben, hebben we al die stappen van die pilot hebben we in een handboek opgeschreven. En dat gaan wij over 2 maanden launchen. Dus dat is een van de zaken voor de toekomst. Maar dat is doel om de mensen die willen exporteren te helpen. Want die kunnen gewoon het handboek pakken. Want voorheen moest men naar diverse instanties om informatie in te winnen. Ja. Over vergunningen, ja, of etiketten, ja, verpakkingen, dat soort zaken. Maar nu kun je in feite via het handboek alle stappen volgen. Waardoor je in feite tijd bespaart. En je wordt niet van het kastje naar de muur gestuurd. Ja, precies. Dus dat is een van de voordelen van zo'n handboek. Dus dat gaan we oppakken voor de toekomst. Dus eigenlijk binnen 2 maanden wordt die gelaunched. En dan kan ik de mensen zeker aanbevelen. Ja, want Suriname heeft het nodig. Mm-hmm. We hebben voldoende gewassen. Ja, we hebben voldoende skills in huis. Om inderdaad te exporteren. Dus in die zin wil ik dat handboek warm aanbevelen. Aan de mensen die informatie willen over export. Ja, van zowel diensten als producten. Ja, ik luisterde naar wat je zegt over het handboek. En het is inderdaad wel, zou wel handig zijn dat mensen dan een product hebben om naar te gaan voor, zeg maar, betere of concrete richtlijnen. Ja. Is er misschien gedacht vanuit het platform aan samenwerkingen met organisaties of bedrijven, zeg maar? Ja, we werken samen met een behoorlijk aantal organisaties. Ja, je kan denken aan een aantal ministeries. Ja, ministerie van Buitenlandse Zaken kun je aan denken. Mm-hmm. Ministerie van Onderwijs. Ministerie van Economische Zaken. Ja, ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. We werken mee samen. Dus eigenlijk diverse ministeries die in de keten van die export zitten. We hebben een goede band mee. Want we gaan dus gezamenlijk die launch doen. Daarnaast bedrijven, organisaties. Sorry, u bedoelt die launch van dat boek? Ja, of, ja. Oh, okay. Ja, okay, van het boek gaan we dus doen in samenwerking met de partijen met wie we samenwerken. Dus het zijn niet alleen ministeries, maar ook bedrijven, ja, waar we mee samenwerken. Want het is belangrijk om onze gedachten ook te etaleren in praktijk. Ja, die Bondroe-gedachten. Ja, precies. Ja, te etaleren. Dat betekent dat je gaat samenwerken met elkaar en laat zien, ja, dat je kan samenwerken en dat het ook vruchten afwerpt. Ja. Dus wij vinden samenwerking cruciaal. Dus niet alleen binnen Bondroe, dat betekent het internationale platform van ondernemers en professionals. Ja. Maar ook met overheden, ja, dus instanties inderdaad. Ja, maar daarnaast ook bedrijven, verenigingen. Je kan denken aan de ASFA. Associatie van Fabrikanten in Suriname. Ja, je hebt de VSB, heb je. Ja, de VES heb je. Je hebt de Kamer van Koophandel. Ja, je hebt ACMOS. Ja, er zijn talloze bedrijven, organisaties waar we mee samenwerken. En daarnaast geven wij ook informatie over funding. Want wat een ondernemer soms nodig heeft, is funding. Ja. Ja, vooral bij de start, als je dus wil gaan starten. Startkapitaal, ja. Ja, je hebt wat ervaring opgebouwd. Ja, misschien bij een werkgever. Ja, een grote organisatie, heb je je ervaring opgedaan. Ja. En je besluit om zelfstandig te worden. Dus om die kennis die je opgedaan hebt, ervaring, om die voor jezelf in te zetten. Dan is het handig om wat startkapitaal te hebben. Mm-hmm. En vanuit Bondroe worden mensen geadviseerd om inderdaad gebruik te maken van een aantal fondsen die er zijn. Ja, je kan denken aan het KMO-fonds, mm-hmm. dus kleine en middelgrote organisatiefonds heb je. Ja, je hebt een NOVA-fonds heb je, ja voor de agrarische sector. Je hebt een PKF-fonds, mm-hmm. ja, productie- en kredietfonds heb je. Dus zo zijn een aantal fondsen gangbaar. Ja, je hebt SURGE. Ja, SURGE is eigenlijk een grant. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je geld krijgt wat je in feite niet hoeft terug te betalen. Ja, 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 precies. Dus dat is voor ondernemers erg interessant. Want daardoor kun je, zeg maar, een sprong maken. Ja, een versnelling kun je krijgen. Waardoor de bijdrage aan de economie ook eerder zichtbaar wordt. Want dat vind ik persoonlijk belangrijk. Van ondernemers.
dat je inderdaad een bijdrage levert aan de economie door inderdaad je diensten of producten te leveren. Ja, je draait omzet, je maakt winst, ja, je betaalt belasting. Dus daardoor lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van het land. Ja, heeft u ook gedacht of is er ook gedacht aan het werken met jonge organisaties, gezien je ook veel jonge ondernemers hebt nu? Als we kijken naar de meeste ondernemingen, zijn het heel veel jongeren. Ja. Zo is er ook daaraan gedacht om misschien met hun samen te werken? Ja, we werken samen met een aantal organisaties die met jongeren te maken hebben. Mm-hmm. We hebben zelf een tak die met jongeren werkt. Okay. Want wij hebben vader- en moederfigures die zich ontfermen over jongeren. Ze hebben een bepaalde leeftijdsgroep vanaf 8 jaar naar boven. Ja, die worden bediend. Ja, die worden gecoacht op diverse gebieden. Ja, dus je kan denken aan schoolzaken, ja, werk inderdaad, omgaan met geld. Ja, maar ook work-life balance is nodig. Dus je kan de hele dag met je telefoon bezig zijn. Klopt. Ja, je hebt ook wat ontspanning nodig. Ja, sociaal aspect. Ja. Ja, sociaal aspect. Hè. Communicatie met anderen is nodig. Dus wij zetten de mensen in, wij begeleiden ze ook. Mm-hmm. Want we hebben een workshop budgetteren. Dat hebben we een paar keer gedraaid, die workshop. Ja, die is een paar keer ook volgeboekt geweest. Okay. Dus dat betekent dat er veel belangstelling is voor het leren budgetteren. En daar waren ook wat jongeren die hebben meegedaan. En deze workshop is een mooie opstap naar die training van de ondernemerschool. Ja, yeah. Zodat mensen hun eigen businessplan kunnen maken. Dus ook jonge mensen hebben een businessplan nodig. Ja, want vaak denk je dat ze alles weten. Ja, want ze hebben een mobiel, alles kun je terugvinden. Ja, maar het is soms handig om inderdaad die training te volgen. Vooral omdat je ook met andere mensen samen die training volgt. Wat je ook van elkaar kan leren. Ja. Dus dat is een belangrijk aspect bij deze ondernemersschool, dat de mensen van elkaar kunnen leren. Je kan als het ware ideeën uitwisselen. Ja, je kan ervaringen uitwisselen. Omdat je een band met elkaar ontwikkelt. Mm-hmm. Ja, en je ontwikkelt ook vertrouwen. Want dat is een belangrijk aspect bij ondernemerschap. Mm-hmm. Ja, vooral in Suriname. Ja, omdat Suriname in feite een kleine gemeenschap heeft. Ja, bijna iedereen kent elkaar. Hè. Mm-hmm. Ja, bijna iedereen is familie. Op een of andere manier. Ja. Ja, misschien met wat zijtakken. Ja, familie van elkaar. Dus daarom stimuleren wij vertrouwen. Mm-hmm. Ja, we stimuleren ook dat de mensen assertief zijn in het ondernemen. Dus niet afwachten. Okay. Ja, maar assertief. Ja, proactief zijn. Dus die webinars die wij organiseren hebben vaak ook daarmee te maken. Met het ontwikkelen van skills. Ja, onderhandelen is een belangrijke. Als je onderneemt, ja, dat je inderdaad streeft naar een win-win situatie. Dus niet dat je de ander eigenlijk wil uitkleden, ja, als het ware. Ja, of afpersen. Maar je wil een win-win situatie hebben. Waardoor de relatie ook gezond blijft. Ja, precies. Dus dat soort zaken stimuleren wij. En wat we ook stimuleren is dat de mensen die het gemaakt hebben. Mm-hmm. Ja, want bij Bonder heb je veel mensen, ja, die het gemaakt hebben. Die hebben grote bedrijven. Ja, je hebt ook mensen die hebben middelgrote bedrijven. Dat die wat teruggeven aan de jongeren. Oh, dus ook in kennisoverdracht, zeg maar. Ja, dus je hebt kennisoverdracht. Ja, dus jongeren worden uitgenodigd om mee te doen met de webinars. Of mee te doen met de fysieke meetings. Ja, zodat de drempel wordt verlaagd voor de jongeren. Ja, om met de meer ervaren ondernemers in contact te komen. Okay. Dus wij stimuleren dat. Ja, want je moet op een gegeven moment overdragen. Ja, dus giving back vinden wij bij Father Mother Figure belangrijk. Okay. Ja, teruggeven. Ja, het omzien naar elkaar, waardoor die andere eigenlijk wordt gestimuleerd, ja, om het ook te maken. Dus dat betekent dat de mensen die bij Bonder zijn hun best doen om inderdaad iets te betekenen voor de jongere generatie. Want die moeten het toch gaan overnemen van ons. Precies. Nou ja, ik ben in ieder geval blij dat het platform zeg maar zo'n brede visie heeft. En we geloven ook dat we bij de launch van het boek aanwezig zijn. Ja, zo uitgenodigd. Nou, meneer Redmond, we willen u heel veel succes toewensen met uw stichting en uw platform. En we houden natuurlijk contact en we hopen nog meer van dit soort projecten te zien. Oké, dank u wel.
En we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. We hebben gesproken met de voorzitter van Stichting Father Mother Figure, de heer Henk Redmond. Het belangrijkste was, of de rode draad in dit gesprek was, om je als ondernemer te blijven scholen, maar vooral elkaar te gunnen, te netwerken en te werken aan een beter product. Samen met cameravrouw Ava brachten wij u dit deel. Ik ben Aranza, bedankt voor het kijken. Tot volgende week.